Hik, je eerste half jaar bij VVV zit erop. Met wat voor een gevoel blik je terug? Een positief gevoel. Omdat ik denk dat we goede stappen hebben gezet. In eigenlijk heel veel dingen. Ik denk als je kijkt, VVV begin van het seizoen ten opzichte van hoe het nu speelt. Dat daar echt een stijgende lijn in zit. En ik denk dat we met onze plek op de ranglijst ook staan waar we hoopten te staan. Je komt hier binnen als een man uit Utrecht. Hoe is dat bevallen? Heel goed eigenlijk. De Venlonaren zijn heel goed voor me. En ik heb me eigenlijk vanaf dag 1 wel heel erg goed thuis gevoeld hier. Toch is de verandering wel groot van Utrecht naar Venlo. Dat is zeker waar. Maar die is je goed afgegaan? Jawel, in Utrecht zijn ze wat directer. En hier zijn ze wat gemoedelijker. Maar goed, uiteindelijk is het op veel plekken natuurlijk hetzelfde. Je wilt met elkaar op een goede manier werken. En daar werken mensen hard bij. Dat is hier, dat is bij Utrecht. En ook in Utrecht. Ja, verder heb ik het prima naar mijn zin. Is de club zoals je had verwacht toen je hier kwam? Nou, ik wist niet goed wat ik moest verwachten natuurlijk. Omdat je dat altijd vanaf de buitenkant ziet. Alleen de mensen met wie ik werk. Jij, Dries, Frank van Kempen, mijn directe assistenten. Daar heb ik een hele fijne klik mee. Daarbij heeft jij ook een belangrijke rol voor mij. Omdat hij een echte Venlonaar is. En eigenlijk alle ins en outs hier weet. Nou, met de rest van de staf gaat dat ook op een hele goede manier. En ik denk uiteindelijk, als je kijkt naar het stadion, de trainingsvelden, de faciliteiten, dat ik daar best wel positief door verrast ben. Ben je ook positief verrast door het voetbal? Laatste weken wel. In het begin vond ik dat we bij vlagen goed speelden. Dat we niet de dominantie hadden om dat langdurig vol te houden. Zowel verdedigend niet als aanvallend niet. En ik denk als je kijkt naar de laatste 5 wedstrijden die we hebben gespeeld, dat daar een hele goede stijgende lijn in zit. En dat ja, dat we gewoon op de goede weg zijn. Want laten we even beginnen bij het begin van het seizoen. De start was boven verwachting, denk ik. Ja, de eerste 2 wedstrijden. De eerste wedstrijd was heel goed tegen Almere. Daarna win je ook bij de Graafschap, weliswaar wat gelukkig. Daarna komt hier de topper tegen Zwolle. Nou ja, die liep anders. Dat had ook te maken met het rode kaartmoment natuurlijk. Maar daarna win je Os en daarna win je Jong Utrecht. En dan sta je met 5 gespeeld op 12 punten. Ja, dan heb je een hele goede start. Op dat moment gaan mensen al naar de ranglijst kijken. Is er een beetje Hosanna-stemming. Ja. Jij bleef al gelijk rustig, hè? Jawel, omdat ik wel zag dat er nog wel wat mankeerde aan de manier waarop we voetbalden. En dat zag je ook terug in de wedstrijden erna. Ik denk dat we te veel wedstrijden hebben gehad. En zeker thuis. En dan denk ik even aan Dordrecht. Denk ik even aan Telstar. Denk ik even aan Jong PSV. Waarin we meer hadden kunnen brengen. Waarin we, als we net iets vaster waren geweest, dat we daar ook een beter resultaat hadden kunnen pakken. Helemaal eerste helft Dordrecht, die was heel boven. Tweede helft was echt een stuk beter. Alleen ja, de kansenregen die er toen was, die konden we niet, daar konden we geen goals uit maken. Dus dat was vervelend. Nou ja, daarna hebben we een serie gehad van wedstrijden waarin we dat niet zo goed deden. En ik denk dat vanaf het moment dat we naar ADO uitgingen, dat we eigenlijk weer aan de betere hand waren. Die periode daarvoor was het vooral in eigen huis, qua resultaten wat minder. Ja. Daar komt er ook wat kritiek vanuit supporters over het spel natuurlijk. Mensen zijn kritisch. Ja. Heb je die kritiek begrepen? Tuurlijk. Ik vond het zelf namelijk ook niet goed genoeg. En het zou ook gek zijn als ik zou zeggen dat dat wel zo is. En dat is bij iedere club natuurlijk. En natuurlijk is er dan kritiek. Aan de andere kant heb ik ook elke keer een koel gezien wat sfeervol is, wat goed gevuld is en waar mensen achter VVV staan. Dus daar ben ik heel blij mee. Vooral in uitwedstrijden ging het in die fase heel erg goed. Heeft je ploegje in dat opzicht wel eens verrast bij uitwedstrijden? Nou, NAC uit bijvoorbeeld vond ik wel een behoorlijk goede wedstrijd van ons. Dat we ook goed aan de bal waren. En toen vond ik het jammer dat we dat niveau niet konden doortrekken naar de koel eigenlijk. En als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, Willem II vond ik ons ook behoorlijk goed spelen. Alleen in de eindfase wat minder. Maar als je kijkt naar de wedstrijd MVV bijvoorbeeld, ja, dan zie je dat we dat ook thuis kunnen. En dat is de lijn, maar ook de norm die we met elkaar hebben neergezet om verder mee te gaan. Waar staan jullie nu, denk je? Nou, wij staan bij de ploegen die uiteindelijk vecht voor de na-competitie. En ik denk dat we wel een buffer hebben opgebouwd naar boven toe. Want ik denk dat de laatste 2 wedstrijden was, ga je naar beneden kijken of ga je naar boven kijken. Nou, het gat met nummer 3 MVV, die weliswaar een wedstrijd minder hebben, dat is uit mijn hoofd 2 punten. Dus je staat daar best wel goed bij. Nou ja, wij hopen door middel van de resultaten om daarbij te blijven. Want wanneer ben jij tevreden aan het eind van het seizoen?
Het ultieme is natuurlijk promoveren. Laten we eerlijk zijn. En rechtstreeks wordt het moeilijk, omdat de twee ploegen best wel bovenuit springen natuurlijk. In de nacompetitie kan alles gebeuren. Aan de andere kant is de kans dat dat gebeurt ook weer klein, als je kijkt hoeveel ploegen daarin zitten. Maar wat vooral belangrijk voor mij is, dat de mensen hier een herkenbaar VVV zien. Wat goed voetbal op de mat legt. Wat kan domineren, zowel aan de bal als zonder bal. En wat een ploeg is met spelers waarvan je ziet dat ze een stuk beter zijn geworden. En ik denk dat dat ook de filosofie moet zijn van de club. Dat we hier op een bepaalde manier willen spelen. Dat we op een bepaalde manier willen ontwikkelen. Om uiteindelijk weer samen naar boven te gaan. Als we vooruitblikken op die tweede seizoenshelft, heb je best wel een aantal luxe problemen, denk ik, toch? Ja, zeker. Bijvoorbeeld onder de lat is Lucas Sima het seizoen uitstekend begonnen. Ja. Die raakt geblesseerd. Ennio van der Gouw komt erin, doet het ook uitstekend. Ja. Is dat voor jou dan nu moeilijk met wie je de tweede seizoenshelft in gaat? Dat is een hele moeilijke. Ik heb daar wel een keuze in gemaakt. Want uiteindelijk wordt Ennio van der Gouw eerste doelman. Of die is de eerste doelman en die blijft de eerste doelman. Dat is een hele harde beslissing. En een vervelende ook voor Lucas. Omdat hij eigenlijk daar niet zoveel aan kan doen. Die heeft gewoon heel goed gekiept. En hij heeft gewoon pech gehad dat hij geblesseerd is. En dat zijn vervanger het goed heeft gedaan. Maar ik laat Ennio onder de lat staan. Een andere naam die veel als invaller belangrijk is geweest, is natuurlijk Nick Venema. Hoe kijk je naar zijn perspectief? Nou, hij heeft genoeg perspectief, omdat hij natuurlijk wapens heeft. Maar ook Nick zal beter moeten gaan spelen in de structuur die wij hebben. Nick heeft kwaliteiten in het maken van doelpunten. Maar ik denk dat Nick ook de kwaliteiten heeft om teamspeler te zijn. Dat vond ik na een tijdje vond ik dat minder. Daarom heb ik gekozen voor Sven Braken als aanspelpunt en als spits. Nou ja, goed, aan Nick de taak om ervoor te zorgen dat we een andere positie voor hem gaan vinden bij Sven. Of dat hij de concurrentie met Sven aangaat en dat hij eerste spits is. Ja, want in de eerste wedstrijden speelden ze samen in een iets ander systeem ook. Ja. Later kwam Kees de Boer een beetje als valse rechtsbuiten. Ja. Was dat een beetje per toeval dat je de juiste formatie en de juiste namen vond? Nou, niet per toeval, want je bent natuurlijk elke dag aan het trainen. Je ziet elke dag dingen en op basis daarvan ga je uiteindelijk kijken waarvan je denkt met het team, waarvan je denkt dat je het meeste kans maakt op winst. Dus dat was niet per toeval. Alleen dingen vielen best wel goed in elkaar. Kees had daar goed gevoel voor. Tristan Dekker die heeft goed gevoel om over te lappen. Net zoals Mitchell van Rooijen, als hij rechtsback moet spelen, dat hij dat ook heeft. Nou ja, en zo is de puzzel langzamerhand wel in elkaar gevallen. Tot slot, toen je hier kwam ging het vaak over het Limburgse dialect. Toen heb je een keer gezegd, nou, na een halfjaartje dan kan ik het. Hoe staat het ervoor? Ja, best goed. Ja? Best goed. Versta je alles? Ik versta bijna alles, denk ik wel. Ik heb net wel iets anders wat ik nog niet kende. Fijne jaarwisseling op z'n Limburgs. Dat is? Je bedoelt een goede roetje. De meeste woorden ken ik. En uiteindelijk is het zaak om door te gaan. En dat ik hier volgend jaar weer ben. Ik probeer iets Limburgs te zoeken, maar het lukt me niet echt. Ja, het spreken doen we dan voor volgend seizoen. Oké, nee. Laten we dat doen. En als je een keer de behoefte hebt om een vraag in het Limburgs te stellen, dan is dat oké. Gaan we zeker doen. Oké, man.